Hallo Big Legion en welkom bij de video over harde schijven en SSD's. We zijn bij de harde van Coolblue. en um, aan de hand daar en een paar andere dingen ga ik uitleggen wat het verschil is tussen bepaalde harde schijven um, en gewoon tussen de harde schijven en SSD. Zoals je hier bovenin ziet, heb je interne harde schijven, externe, NAS harde schijven, SSD's en behuizingen. Um, het punt is, ik zal beginnen bij de externe harde schijven. Um, externe harde schijven, als je bijvoorbeeld de Seagate Expansion Portable 2TB hebt, nou, dat is dus een 2TB harde schijf die je overal mee naartoe kunt nemen. Handig als student soms, om al je documenten op te bewaren. Maar een handig iets op zich van een... Um, Portable is dat als de behuizing kapot gaat, dan kun je gewoon een nieuwe behuizing kopen. Daar de schijf in drukken. Want het is in principe gewoon een interne harde of gewoon een normale harde schijf die erin zit. Die je ook in je computer wel kunt zetten. Um, mocht er iets mis zijn, of je wil gewoon op een andere manier uh, iets doen. Het enige punt met die schijven is dat ze langzamer zijn dan normale interne harde schijven. Die bedoeld zijn om intern in de computer te zitten. Ze zijn zuiniger en draaien langzamer. En zijn ook meestal wat stiller. Um, want je kunt niet een normale harde schijf echt hierin doen. Want dan krijg je meer trillingen enzovoort. Enzovoort. Omdat de computer daar al berekend is en de behuizing hiervan niet. Maar dus, ze zijn in principe om te wisselen. Vandaar dat je dus behuizingen hier hebt. Een externe schijven natuurlijk. Dan heb je de NAS harde schijven. De NAS harde schijven zijn uh, serverschijven. Dat in dat die schrijven 24-7 uh, gebruikt worden. Echt continu aan het schrijven en het lezen zijn. Die zijn dus heel duurzaam. Um, maar zijn er ook op gemaakt om zuinig te zijn in principe. En draai je soms wat langzamer in één kant voor zuinigheid. Um, en meer betrouwbaarheid: dat de documenten goed geschreven en gelezen worden. Um, dus daar heb je eigenlijk ook niks mee te maken als consument. En dat is van Western Digital. Het merk waar we het in de samenstelvideo over hebben gehad. Um, dat ik het enige merk vind eigenlijk voor harde schijven. Het zijn de reds, het zijn de naschijven. Dus je hebt voor Western Digital dan alleen de greens, de blues en de blacks waar je rekening mee moet houden. Um, en je hebt natuurlijk de SSD's. Nou, de SSD's en harde schijven, ik zal uitleggen hoe beide werken in principe. Gewoon wat uh, in de diepte. Een harde schijf is, nou ja, logischerwijs een harde schijf die in een behuizing zit. Maar daarop een naald. En die naald die leest en schrijft bestanden op die schijf. En. Dat uh, ja, is gevoelig, zeg maar, voor trilling of wat dan ook. Want als jij, zeg maar, ik noem maar wat. De harde schijf zit te schrijven en jij gaat heen en weer schudden met die harde schijf. Dan springt die naald, zeg maar, op en neer tussen de schijven die erin zitten. Je hebt verschillende schijven ook meestal. In de schijf zitten platters, verschillende lagen waar die op schrijft. Een technisch verhaal in principe. Maar dat werkt dus op die manier. Alleen harde schijven hebben een grotere capaciteit dan SSD's. Zo zijn er 6 terabyte harde schijven of 8 terabyte zelfs. En SSD's die komen net bij de terabyte volgens mij. Misschien met geluk een 2 terabyte. Um, maar die zijn dan ook gelijk 1000 euro. En een 8 terabyte uh, harde schijf zal denk ik rond de 400, 500 zitten of zo. Dus dat scheelt nog wel een behoorlijke hoop. Um, alleen is een SSD sneller. Want een SSD werkt namelijk met of flash geheugen of met een soort van RAM geheugen. Um, RAM geheugen, zeg maar wat in de computer zit, is geheugen wat. Iets kan opslaan en zowel als de stroom eraf is, is die dat kwijt. Het is geheugen wat continu gewist wordt, zeg maar. En ze gebruiken de RAM-technologie wel in SSD's, maar dan zit er een batterij bij in, in principe, of een externe stroombron, die ervoor zorgt dat zowel als de computer uit is, dat niet alles gewist wordt. Dus als jij bijvoorbeeld Windows op je SSD hebt gezet en er is geen stroom, dan is de Windows weg, dan moet je het weer opnieuw installeren. Daarnaast heb je natuurlijk flashgeheugen. Dat is een beetje hetzelfde als bij een USB-stick. Um, dat wat in aparte compartiment, compartimenten opgeslagen, is over het algemeen goedkoper. Um, maar er zijn hele goede SSD's die ramschijven zijn in principe. Maar dat is hoe dat werkt. Er zitten geen bewegende onderdelen in. Ze zijn stiller, kleiner over het algemeen. Um, en gewoon wat veiliger eigenlijk. Het punt met de harde schijven is, hij moet zoeken. ...naar de bestanden. En dat duurt even, zeg maar, voordat hij dat het heeft gevonden. Dan moet die schijf ronddraaien, de naald moet het wat doen. Dat is allemaal wel millisecondenwerk, dit wat ik nou opnoem. Maar dat zijn meer handelingen dan mijn SSD. Het SSD is het gewoon de controller aanspreken... ...oh, daar staat bestand ophalen en klaar. Dat gaat sneller. Vandaar dat een SSD, qua snelheid zo met schrijven en lezen... ...ook een stuk sneller is dan een harde schijf. Dus dat is het technische verhaaltje, zeg maar. een beetje een jip en Janneke kataal. Um, maar als we naar de harde schijven gaan kijken... Dan zie je hier verschillende dingen staan. Dus nou, ik zou, Western Digital is in principe het enige te maken waar ik persoonlijk schrijven van koop. Uh, Seagate is te doen, maar ja, ik weet niet. Ik heb er een keer externe schijf van gehad en problemen mee gehad. En dat klinkt raar, maar ik bestel altijd alles op uh, problemen. Ik, ik probeer alles wel uit, alle merken. Ik geef iedereen een kans. En als ik een keer een probleem heb gehad, dan is het over een slush. Um, maar je zou Seagate eventueel kunnen overwegen, natuurlijk, als je dat wil. Maar als we naar in Western Indies gaan, dan zie je hier red staan. Nou, daar moet je in principe dus niks, dus niks mee doen, want dat zijn naschijven. Je ziet green staan, je ziet blue staan en blacks eventueel ook nog. En ja, wat moet je nou pakken? Welke kleur van Western Digital moet je nou pakken? Dat was in principe de vraag. Nou, als we naar Western Digital zelf gaan, dan zie je hier ook staan: desktop hard drives. Daar staat red dus ook niet tussen. Je hebt de blue: solid performance and reliability for everyday computing. Western Digital green: cool, quiet operation with massive capacity. En Western Digital blacks: degene die ik ook heb in mijn eigen PC: per maximum performance for power computing. Dus, dit zijn schijven die snel zijn en voor gewoon normaal dagelijks gebruik. Dit zijn schijven die ja, zuiniger zijn in principe. En um, Wizard Digital Black zijn gewoon voor de pure kracht, zeg maar. En die, die gaan niet op zuinigheid. Fuck Greenpeace en het milieu, zeg maar. Niet dat ze er zoveel meer verbruiken hoor, maar bij wijze van spreken en volle kracht, zeg maar. Ehm. Um, dus vandaar dat ik ook de blacks heb. <laughs> maar de greens, zoals je ziet, die gaan tot en met 6 terabyte. En de blacks gaan tot en met 4 terabyte. En um, de blues gaan tot 1 terabyte, staat hier. Nou, dat klopt niet helemaal volgens mij inmiddels. Maar dat is een ander verhaal. De cache: 64, 64, 64 enzovoort. Er staat hier iets meer informatie. Dus in principe hieruit kun je al uitmaken. De greens zijn dus voor. Wat zuiniger gebruik, wat langzamere snelheden ook. Dit is voor gemiddeld gebruik en dit is voor ja, extreem gebruik eigenlijk. En dat zie je ook als we hier naartoe gaan. Um, je hebt de harde schijfsnelheid. Dat is het aantal toeren per minuut dat de harde schijf ronddraait, zeg maar. En in principe kun je het een beetje vergelijken met een auto, zeg maar, met toeren per minuut. En 2700 is best veel in principe. Als je nagaat dat hij dus 7200 omwentelingen maakt per minuut. Dat is veel. Dat is heel veel. Dat is heel snel. Um, hoe hij ronddraait. En je hebt dus ook 5400 RPM. Dat lijkt misschien veel als je zo denkt van... Oh, hij gaat al, uh, weet ik veel, 50 keer in een seconde weer rond. Ik noem maar even wat. Dat klopt niet helemaal volgens mij. Nee. Uh, nee, sowieso niet trouwens. Dat is 10... Die... Uh, nee, maakt het niet uit. Ik ga even niet rekenen. Heb ik geen zin in. Maar dit zijn de langzaamste type schijven. De 5400 RPM's. Dat zijn de langzaamste en die wil je in principe ook niet hebben. Um, dan heb je 7200 RPM, dat zijn gewoon normale snelle schijven. Je hebt ook 10.000 RPM's, de Valesa Raptors zijn dat. Um, maar ja, die zijn over het algemeen klein. Die hebben niet heel veel terabyte's, zeg maar, wat dan ook. Omdat dat niet echt uit kon eigenlijk, wat prijs en, en het gewoon te veel gedoe was. Dus we gaan voor 7200 RPM. Als we de variabelen aanklikken trouwens, dan ga je zien dat we greens krijgen. De greens werken in principe op 5400 RPM. Uh, als we hier naar specificaties gaan, ook. 5400 RPM, maar ze kunnen ook langzamer draaien. Puur voor stroombesparing en al dat spul. Ze zijn verder wel goed, maar niet geweldig. Laten we het daarop houden. Dus persoonlijk zou ik voor een blue of een black gaan en dan eigenlijk weer een black. Dus als we hier naar 7200 gaan, dan zul je ook zien dat we een black hebben en een blue. Ehm. Um, en ja, deze zijn dus voor echt grof gebruik. Deze heb ik toevallig, de Western Digital Black 4TB V2. En als we dan naar mijn Windows toe gaan, dan zie ik, nou... Ik heb een SSD, een 120GB SSD, een 240GB SSD, een anderhalf terabyte Western Digital, een 2TB Western Digital, een 4 terabyte en nog een 4 terabyte. Die 4 terabytejes zijn dus die. Um, en daar staan mijn Steam Games op. Zoals je ziet is het nog 61GB van de ene, dit is echt serieus. Dat zijn de mods. Origin staat erop. Gewoon de... Het programma is allemaal Origin. En dan voor de rest is dit allemaal Steam. Dit zijn alle, alle games van Steam die ik erop heb staan. Hetzelfde geldt voor deze games. Um, dus dat Origin ook op um, Steam en that's it. Dus... Ja, die schijven zijn voor mij puur voor de games. Op de SSD heb ik mijn Windows staan en programma's zoals Adobe Premiere en Photoshop en al dat spul. En op de tweede SSD, de 240GB... Daar ja, heb ik in principe de games op staan. Die, zoals GTA V bijvoorbeeld. Heb ik geïnstalleerd op de SSD. Waarom? Omdat dat een game is zomaar, die. Als het goed is wat zwaarder gaat zijn. En het fijn is dat hij echt binnen een seconde geladen is. En dat hij wat doet zeg maar. Dan heb je minder pop in. Qua textures en van alles en nog wat. Want dat is een punt zomaar, Als we even terug gaan naar het gamen. Textures die staan op je harde schijf natuurlijk. En die staan in de game folder. En die moet hij dan elke keer laden. Het proces moet hij aanspreken, doorsturen naar de grafische kaart zomaar, en al dat spel. Ehm, um, dus het is handig als je een snelle schijf hebt. En een SDD is daar op zich ideaal voor, maar de meeste games werken wel gewoon goed met een harde schijf. Met een black serie of wat dan ook. En waar moet je nou op letten met een harde schijf? Nou, naast dus de harde schijfsnelheid in principe 7200 RPM pakken. Nou, heb je dus een terabyte aantal, dat is maar persoonlijk wat je gebruikt. Zoals je net zag, zeg maar, ik gebruik het allemaal wel. Maar de ander die heeft genoeg aan 2 terabyte, omdat die zeg maar... Nu wat 15 games heeft en zo niet Vegas gebruikt en dat zit. Dus die heeft zat aan 2 terabyte, makkelijk. Um, alleen ik ben een groot verbruiker qua dat, dus ben ik meer nodig. Um, maar dan heb je de buffer nog. De buffer is een beetje hetzelfde als bij een processor, door cache die erin zit. En het simpele van een computer als een soort RAM-geheugen eigenlijk. De buffer is dus hoe groter het buffergeheugen hoe beter. Als je hier op klik ook een cachegeheugen. De buffer is geheugen waar bestanden die in gebruik zijn tijdelijk worden opgeslagen, waarna ze sneller toegankelijk zijn. Hoe meer je bij cache je vlotter bestanden laden. Dat is een beetje hetzelfde als RAM in een computer, zeg maar. Dus daar bestanden die veel gebruikt worden, die slaat hij even in die kleine buffer op. En dan stel jij opent altijd, dat even voor het gemak, altijd een Word-document, zo met je wachtwoorden, als je je wachtwoord niet kunt onthouden. Ehm... Um, dan, wat echt dom zou zijn, maar dat is een ander vraag. Um, dan slaat hij die, die zeg maar daarin op, even in die buffer. Omdat jij hem zeg maar tien keer op een dag opent. Dus de eerste keer gebruik je hem, dan zal hij hem gewoon niet opslaan, denk ik. Of misschien wel in de buffer, totdat de buffer vol is. Um, en dan de tweede keer, dan zal hij hem dus sneller inhouden, enzovoort, enzovoort. Um, nou, en verder de SATA-aansluiting. Je hebt SATA 3, SATA 2, SATA uh, 6 GBS. En al dat spul. Um, in principe is 6 GBS'jes moet je pakken. Maar dan heeft het wel mee te maken of je harde Of uh, je moederboord de harde schijf maar aan snelheid. kost 6 GBS of dat hij zaterdag 3 poorten heeft. Dus daar moet je alleen op letten. Maar dat maakt verder niet zoveel uit. En ja, dat was op zich wel alles denk ik. Als je dus kijkt, zoals deze schijf. Die heeft dus 4 TB, 7200 RPM. Nou, 3,5 inch standaard voor harde schijven tenminste. Uh, Zaterdag 6 gbs is het, 5 jaar garantie is fijn om te weten natuurlijk En dat is het eigenlijk wel Zoals dit extra lawaai Ik hoor mijn schijven niet hoor, ik weet niet waar die jongen last van heeft maar... En soms ontslacht er om Windows 7 ik heb, ja, Ik heb al jaren geen Windows 7 meer Dus dat, daar kan ik niet wat over zeggen Maar, Kijk, maar dit is mooi, extra lawaai Pluspunt, weinig geluid voor 7200... Ja, wat is het nou? Is het nou veel kabaal of weinig? Ik heb nergens last van, maar ik stoor me sowieso niet aan het geluid. En jullie horen het geluid niet eens, dus... Ja. Yeah. Um, maar dat is het harde schrijvenverhaal. verhaal. Dan hebben we het SSD verhaal nog. Um, SSD's heb ik eigenlijk al behandeld in de samenstelvideo. En het gaat er dus om... Wat zijn de lees- en schrijfsnelheden? Kijk, deze Crucial is allemaal leuk... Maximaal leesnelheid 550 MB/s. Dat is ongeveer de top wat trouwens een SSD via de SATA connectie kan lezen. SATA is een connectie op je moederbord. Je hebt PCI Express sloten voor je videokaart over het algemeen. Maar je hebt, kunt ook een geluidskaart op aansluiten. En je hebt ook PCI Express SSD's. En een PCI Express SSD is dus belachelijk veel sneller. Die kan, um, Intel heeft toevallig net een nieuwe SSD op de markt gebracht. Of die gaat dat binnenkort op de markt brengen. Um, die 2 Gig per seconde kan schrijven. Peter dat ik het niet weet. Dus dat is. Nou ja, deze crucial. Daarom zei ik vorige keer. Crucial is niet zo geweldig. Maar nou, ik kan maar 330 mb per seconde schrijven. Terwijl een andere SSD, een duurdere. Uh, Oké, okay, dan nou pakken we ook wel even een hele stuk duurdere. Kijk, die kan schrijven met 520 mb. Dus die schrijft 200 mb per seconde meer. Dat is dus per 5 seconden een gig extra. Dat is best wel veel. Um, dus daar moet je rekening mee houden. Je moet gewoon kijken naar de lees- en schrijfsnelheden. En daarnaast natuurlijk naar de capaciteit, wat je zelf ja, nodig vindt. 120 gig is het minimum in principe voor je Windows en wat programma's. Niet lager dan 120, 240 is eventueel handig voor wat games erbij op te zetten. Zoals ik zei, als je in bent. Voor de rest houdt het daar wel mee op. Hier heb je een Kingston, 66 euro voor een 120 gig. Nou, dat kost echt geen zak meer. Die heeft al een maximale lees- en schrijf van 450 MB. dus is in principe voor die prijs aanvaardbaar. Als je twijfelt ik een SSD'tje pakken, kun je dat dus doen. Nou, wat niet meegenomen. Dat, dat maakt op zich niet uit. Dat, normaal zit er bij je moederbord in. Um, maar zo verschilt het natuurlijk per SSD. En dat heb ik de vorige keer in principe in de samenstelvideo heb ik het al uitgebreid over gehad. Um, wat het beste is, zeg maar qua hoe en wat. En het snelste, het belangrijkste is dus gewoon lees- en schrijfsnelheid en de terabyte-opslag in ieder geval. Is handig, maar is ook heel erg duur. 548 euro voor een terabyteje. Vergeleken net met die harde schijf, die van 4 terabyte die ik heb, zeg maar voor 245 euro. Ja, dan kun je dus 8 terabyte ten opzichte van 1 terabyte voor een SSD. Dan is het natuurlijk wel een 550 MB en 520 schijf. Dus het is een hele snelle terabyte, maar alsnog, het is wel heel duur. Dus dat is een beetje, ja, wat ik ermee uh, aan wil geven, zeg maar. Van, waar je met SSD's op moet letten, het is wat min interessant. De Mac alleen, zoals ik al eerder heb gezegd. OCZ, Samsung eventueel, Kingston eventueel. En, nou uh, ja, Corsair staan hier niet tussen, maar normaal ook de Corsair, zeg maar. AMD schrijft, dat is helemaal grappig. De AMD schijven, maar dat past eigenlijk beter bij de volgende video over waarom AMD crap is. Dit zijn oude, oude SSD's. Hele oude SSD's. Het, het ziet er wel snel uit, maar het is van AMD zelf, waarom zou je dat willen? En de AMD schijven zijn oorspronkelijk OCZ schijven. En OCZ schijven zijn wel goed, maar dit is de Vertex 460A. Um, en eerder had je de Vertex 2 en 3 en 4, weet ik niet. Eigenlijk, want daarna heb ik er niet meer op gelet. Um, maar volgens mij zijn die uh, AMD schijven Vertex 2 of Vertex 3. Het zijn oude schijven, van al twee jaar oud eigenlijk. Maar dan gewoon met een AMD sticker opgeplakt. Dus ja, dat is een beetje slecht. En dan voor hetzelfde geld, zeg maar, vragen ze beetje. Dat is helemaal erg. Maar ja, AMD bij gebrek aan het beteren. Maar dat komt, dat komt in de volgende part. Ik zal het niet uitweiden over dat merk. Dat doen we in de volgende part wel. Um, daarnaast heb je trouwens ook nog een M2-aansluiting. Die zijn er ook nog. En dit zie, ziet er toch anders uit dan die, M2 die dingen van net. Um, dat is een andere soort van SATA-aansluiting. Zelfde snelheden nog. Maar die kun je in de zijkant van je moederbord steken. Als je zo'n aansluiting hebt. Um, ja, is een vraag of het handig is. Ik vind het zelf niet echt, maar dat is een ander verhaal. Het enige wat het fijnst zou zijn zeg maar, is een PCI-express. Eventueel als je daar ruimte voor hebt in je, je moederbord, Want dat biedt echt snelheidswinst. Op de gewone SSD's met SATA weer natuurlijk. Um, en dat was het wel zo'n beetje. Het was nog een beetje een wat langere video. Maar ik heb het harde schijf allemaal uitgelegd waar je op moet letten. Wat, wat de snelheid inhoudt, hoe ze werken. In principe de harde schijven en SSD's. Beide wel. Ik heb wel redelijk een beetje in jippie aan de uitgelegd. Dus ik hoop dat het uh, duidelijk was, of dat je het leuk vond. En uh, ik hoop jullie weer te zien met de volgende video over de grafische kaarten en waar je op moet letten. En wat goede grafische kaarten zijn. Enzovoort enzovoort. En voor trouwens alle dingen natuurlijk. Dat geldt voor de monitor van de vorige keer, zomaar, en de, de speakers en de headsets en alles. Kijk naar reviews. Trek daaruit je eigen conclusies. Hetzelfde geldt voor de SSD's. Check benchmarks van SSD's. Welke SSD is het snelste? Waarom is die het snelste? Hij is het snelste bij, weet ik veel, 4KB-bestanden, zeg maar, overschrijven. Maar bij, zeg maar, bestanden van 4G is hij juist langzamer. Wat gebruik ik de meeste? Zet ik juist heel veel grote bestanden of, of kleine bestanden? Persoonlijke situatie: trek je eigen conclusies uit reviews en benchmarks. Dat is nog wat ik mee wil geven. En ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video over Gafse kaarten. Later.